Nou, dit is verduistering. Dat is heel erg belangrijk voor cannabis, omdat je korte dagen moet maken. Je ziet zelf ook hoe donker het is. Jan Vellekoop verkoopt deze verduisteringen. Hij is moeilijk te pakken te krijgen, want hij zit vaak in Canada. Dit is een van de grootste cannabis-telers in Canada. Best kans dat deze zonneweringen uit Naaldwijk komen. Hoe groot is jullie business daar? Nou, dat is, denk ik, 2018 was dat al wel 30-40% van onze omzet. Ja? Dus dat is wel heel groot. Vellekoop, zijn bedrijf, zet vele miljoenen euro's om. En er werken ruim 100 mensen. Hij demonstreert hier zijn schermen bij een chrysantenkweker die wel zou willen overschakelen op cannabis. Ja, wij hebben hier alles, alle mogelijkheden en alle kennis eigenlijk in huis om het tot een goed product te maken en te creëren. Alleen de enige uitdaging is dan de regelgeving die erachter moet. Legalisering van medicinale cannabis voor producten als pijnstillers zou de opbrengst van het Westland kunnen vervijfvoudigen, is de schatting, tot bijna 40 miljard euro. En dat zou ook hard nodig zijn volgens deze grote kassenbouwer. Want momenteel gaat het eigenlijk ook niet zo heel erg goed met het Westland. En het is hoog tijd dat we ook een nieuw product hebben waarin de Nederlandse kweker weer wat kan gaan verdienen. Zou het verschilletje zijn in opbrengst, chrysanthen of cannabis? Ik denk dat die enorm is.